Dit is een schilderij waar ik ongelooflijk vrolijk van word. Het maakt deel uit van de schenking van de collectie Nardink aan Singer Laren. En het is gemaakt door Kees Max. En Kees Max, een Amsterdamse impressionist, leerling van Breitner. En die gaat in 1902 naar Parijs en dan schildert hij dit doek. En hij schildert het uit het raam van het appartement waar hij woont aan de Madeleine. En daar ziet hij iedere avond de hele tijd maar door de omnibus voorbij rijden. Die reed van Madeleine naar Bastille. Dat was de paardentram die de feestvierders van het nachtelijk Parijs, wat in die tijd enorm opbloeide, van de ene plek naar de andere bracht. Naar de opera, naar het theater, naar danszalen. En hij maakt het op een hele snelle, gedurfde manier met grote streken, vol kleur. En die paarden lijken wel van het doek af te springen. De omnibus met drie paarden, die later een snellere versie zou krijgen met twee paarden en uiteindelijk de elektrische tram zou worden. Het nieuwe, moderne Parijse leven, begin van de 20e eeuw, vastgelegd door Kees Max.